Vorige week zaterdag stond het CDA campagne te voeren met een rad van avontuur. Deze zaterdag de seniorenpartij De Rechterland met een draaiorgel. Gestart als CDA gemeenteraadslid, eruit gestapt en toen naar de SPD gegaan. Ja. Wat zijn de speerpunten van de SPD? Vooral verandering, verbetering en vernieuwing. De bestuurlijke cultuur moet verbeteren, afspraken nakomen, woningbouw, jongeren, senioren en een goed financieel beleid. Aan onze taak als gemeenteraad om natuurlijk de juiste besluiten te nemen. Ten aanzien van die woningbouw, ten aanzien van de financiën, maar ook ten aanzien van de WMO, dus jeugd- en ouderenzorg. En dat moet beter, dat kan beter in de raad. Wij doen wel op grote lijnen, we gaan niet tot in details en ook niet in de uitvoering. De grote lijnen moeten beter. En daar is de raad ook voor. Woningbouw in Hooggaspel Zuid, doen jullie dat? Absoluut. Onderzoek naar woningbouw Zuid, Hooggaspel Zuid moeten komen. De schatting is dat er 300-400 woningen kunnen komen. Hier in dit winkelcentrum horen we ook bij elk gesprek ouders die geen huizen voor hun jongeren kunnen realiseren. Dus ook deze in Hooggaspel Zuid moet gerealiseerd worden. Ik wil die vasthouden aan de oude cultuur met lange procedures, slechte communicatie met burgers en bewoners en een college dat eigenlijk heel veel dingen laat lopen. Of wil je vernieuwing? Verandering en verbetering.